Everybody, 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 everybody. Eens in de vier jaar gaat iedereen in Nederland die 18 jaar of ouder is stemmen. Er wordt dan een regering gekozen die het vier jaar voor het zeggen heeft. Iedereen mag zelf kiezen op welke partij hij stemt. Je kiest dan natuurlijk een partij die goed bij je past. Dat stemmen zag er vroeger wel anders uit. Dat iedereen mag kiezen noemen we een democratie. Democratie komt van de Griekse woorden demos, is volk, en kratio, is regeren. Oftewel, het volk regeert. Wel logisch dat mensen moeten gaan stemmen, want het is niet mogelijk om alle 16 miljoen Nederlanders steeds naar hun mening te vragen. Partijen zijn natuurlijk hartstikke blij als ze veel stemmen krijgen. Dan kunnen ze in de regering komen en veel regels en wetten bepalen. We gaan voor goud en we hebben goud. Het komt bijna nooit voor dat één partij meer dan de helft van alle stemmen krijgt. Ze zijn dan wel de grootste partij, maar moeten nog andere partijen erbij kiezen om mee te kunnen doen in de regering. Het CDA was in 2006 de grootste partij. En de PvdA en de ChristenUnie zijn erbij gekomen. Hier zie je de hele nieuwe regering, samen met koningin Beatrix op de foto. Veel mensen hebben op de drie partijen gestemd die nu de regering vormen. Maar een groot deel heeft dat niet en is minder blij. Dan is er democratisch gekozen, maar heb je toch niet je zin. Dat kan. Pas sinds 1917 mogen vrouwen in Nederland ook stemmen. En in 1918 kwam de eerste vrouw in de Tweede Kamer.